Een woud van gebroken ambtenaren en geknakte redacteuren. Want blijkbaar is het lastig om de top te bereiken zonder naar beneden te trappen. Hij is slim, hij heeft flair, is immens populair. Een gevierd presentator. En oh, wat smulden wij. Wanneer hij aan tafel zei, dag bij de Wereldruiter. Jinek en Bo, Galit, Margriet, Humberto, zijn bij hem vergeleken. Een zootje amateurs, hij is de allerbeste, maar nu blijkt er dus. Achter de schermen. Achter de schermen. Was het een duivel, een tiran. Achter de schermen. Scheten de mensen wel 7 kleuren voor die man. Elk debat dat ze leidt, zoveel autoriteit, koningin van de kamer. Ging iets parlementair, een tikkeltje te ver, dan sloeg ze met haar hamer. Zelfs de PVV vond haar super oké, ze werd alom geprezen. Zo geestig, zo charmant, maar dat was allemaal in grote pose. Want achter de schermen, achter de schermen, was het een kutte wijf, een kinauwe. Achter de schermen scheten de mensen wel 7 kleuren voor die vrouw. Met een bulderende stem moest je knielen voor hem, smeken om zijn genade. Zij haalde stoelen weg en zei, er is geen plek meer, pech bracht geestelijke schade. Ze riepen in koor, oh die kerel draait door, moest je weer op de knieën. Negeert en isoleert, kleineert, bekritiseert. Maar werd geaccepteerd. Mensen kermen achter de schermen. Intimidatie, pesterij. Zo kan succes zijn. Laat het een les zijn. Het is vanaf nu voorgoed voor. Tot hier.